Help, ik kan John nergens vinden. Hij heeft de kinderen alleen thuis achtergelaten zonder iets te zeggen. En ik word gek. Alsjeblieft, help. Rustig, Sophie. Rustig. Het komt allemaal wel goed. Heb je enig idee waar hij naartoe kan zijn gegaan? Weet je wat? Ik kom eraan. Jij blijft bij de kinderen en ik ga hem zoeken. We vinden hem wel. Ik gaf mijn man een kus, pakte mijn spullen en ging snel naar Sophie's huis. Niet wetende wat me allemaal te wachten stond. Toen ik bij haar huis aankwam, was John er ook. Toen hij me zag, begon hij me meteen te ondervragen. Wat doe jij hier? Heeft Sophie je soms gebeld? Ik deed onverschillig en zei, nee, waarom zou ze? Ik keek hem minachtend aan en ging op zoek naar Sophie. Ik trof haar aan in de keuken en had haar nog nooit zo overstuur gezien. Ik pakte haar vast in een poging om haar te kalmeren en vertelde haar dat ik John had gevonden. Sophie stond op en wilde boos op hem afstormen, maar ik hield haar tegen. De situatie was al genoeg uit de hand gelopen en haar reactie zou de boel alleen nog maar erger maken. Ik nam haar mee naar boven om te kijken hoe het met de twee oudste kinderen ging. Na een paar seconden hoorden we de voordeur openslaan. Sophie, schreeuwde John. Sophie, waar ben je? We keken elkaar angstig aan toen we John de trap op hoorden komen. John was buiten zinnen. Hij zwaaide boos met zijn vinger naar mij en keek Sophie verwijtend aan. Wat doet ze hier? Waarom praat je nooit tegen mij? Nou, wat denk je zelf? Zei Sophie. Ik vond het zo erg voor haar, maar wist niet goed wat ik moest doen. John verhief zijn stem. Je liegt, Sophie. Hoe durf je te zeggen dat ik een probleem heb? Hij draaide zich om en strompelde naar beneden. Oh mijn god, zei ze. Ze gilde hysterisch. Alsjeblieft, hou hem tegen, dan blijf ik bij de andere kinderen. Ik was overdonderd door alles wat zich afspeelde, maar aarzelde niet en rende naar beneden. John, stop met deze waanzin. Dit gaat veel te ver. Ik hoorde een ijzingwekkende schreeuw van Sophie en zag hoe ze de trap afstormde met de twee kinderen achter zich aan. Stop met deze waanzin, John. Maar John luisterde naar niemand. Ik probeerde zijn weg te blokkeren door voor hem te gaan staan. John, stop! Gilde Sophie. Maar hij liep gewoon door. John opende de voordeur, keek nog één keer om en liep de deur uit. Maar op dat moment verstapte hij zich. Bel 112 nu, gilde Sophie. Maar John was alweer opgestaan en hield ons tegen. John gaf geen krimp en draaide de deur op slot. Ik was nog nooit zo bang geweest. Het enige wat we konden doen was de politie bellen. De politie was er binnen een paar minuten en gingen meteen op John af. Ze eisten dat hij de deur openmaakte, omdat ze hem anders zouden forceren. Maar hij luisterde niet en zei dat hij alleen gelaten wilde worden. De politieagent zei, John, ik zie dat je boos bent. Maar als je nu de deur niet openmaakt, dan nemen we je mee naar het bureau. Dit is je laatste kans. Na een paar seconden ging de deur open en renden ze naar binnen. Er was nauwelijks tijd om na te denken. Ik rende naar mijn auto en sprong achter het stuur. Op datzelfde moment arriveerde Sophie's moeder. Ze was volledig overstuurd toen we vertelden wat er was gebeurd. Maar er was geen tijd te verliezen. We besloten dat Sophie's moeder bij de twee oudere kinderen zou blijven, terwijl wij zo snel mogelijk als we konden naar het ziekenhuis reden. Het ritje naar het ziekenhuis duurde slechts 12 minuten, maar er leek geen einde aan te komen. We haasten ons naar de eerste hulp en tegelijkertijd probeerde ik Sophie te kalmeren door te zeggen dat alles goed zou komen. Een verpleegkundige nam de baby mee voor onderzoek, terwijl een andere verpleegkundige bij ons bleef. Ik probeerde me flink te houden, maar maakte me enorme zorgen over de uitslag. Er was nu niets meer wat we konden doen, anders dan wachten en hopen dat alles goed zou komen. Het wachten was vreselijk. Na een uur verscheen de dokter. We kunnen niks ontdekken op de scans, zei hij kalm. Onze angst sloeg over in enorme opluchting. Dank je, dank je, zuchtte Sophie, terwijl ze me stevig omhelste. Onwijs bedankt. 5 uur later zette ik Sophie en de baby thuis af. Haar moeder stond in de deuropening te wachten. Waar is John? Vroeg Sophie angstig. Ik weet het niet, zei haar moeder.
Nadat de politie hem had ondervraagd, is hij weggegaan. Ik was opgelucht dat ze weer veilig thuis waren, gaf Sophie een knuffel en reed naar huis. Na een paar dagen viel het me op dat Sophie steeds minder op mijn appjes reageerde. En op een gegeven moment hoorde ik helemaal niks meer van haar. Ik had geen idee waarom en dacht eerst dat het misschien aan mijn telefoon lag. Ik besloot haar te bellen, maar ze nam niet op. Wat was er aan de hand? We waren al zo lang vriendinnen. We waren zelfs tegelijk zwanger geweest en zouden met elkaar op vakantie gaan. Waarom deed ze zo raar? Waar had ik dit aan verdiend? Een paar weken later kreeg ik een onverwacht telefoontje. Ze hadden een onderzoek ingesteld naar John's gedrag die avond. Ze wilden mijn kant van het verhaal horen en stelden specifieke vragen. Ik begreep wel dat ze me belden. Ik was erbij die avond toen het allemaal gebeurde. Maar, voor de duidelijkheid, de politie was gekomen omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen. Maar niemand had John daarna aangeklaagd. Ik bleef Sophie bellen. Ik wilde weten of ze oké was, of zij ook was gebeld en wat ze van haar wilde weten. Ik had zoveel vragen. John was erachter gekomen dat er een onderzoek liep en dat ik mijn volledige medewerking had gegeven. Ik had ze alles verteld wat ik wist over zijn gedrag. Uit wraak verwijderde hij al mijn gegevens uit Sophie's telefoon. Ook blokkeerde hij me van al haar social media. En het ergste was, ze liet het nog toe ook? Onbegrijpelijk. Ze was mijn allerbeste vriendin. Althans, dat dacht ik. Ik had Sophie zo vaak gewaarschuwd dat haar man nooit zou veranderen, maar ze wilde niet luisteren. Wat me nog het meeste verdriet heeft gedaan, is dat zij voor die nietsnut heeft gekozen. Ik kon het niet uit mijn hoofd zetten wat er die avond was gebeurd. Wat had ik anders kunnen doen? Had ik het de politie moeten laten oplossen in plaats van er zelf naartoe te gaan? Hoe dan ook, ik heb geen spijt van mijn besluit. Ik heb gedaan wat ik dacht dat het beste was, om mijn vriendin en haar kinderen te helpen. Ik wilde ze beschermen. Maar als resultaat verloor ik mijn beste vriendin aan een man die haar niet waard is.